Ja, lieve mensen, het zit hier er weer op. Het is tijd om weer te vertrekken uit deze grote bungalow, a.k.a. de villa. Ik heb hier wel een leuke tijd gehad. Helaas was ik hier wel de grootste van de tijd, was ik gewoon ziek. Ik ben eigenlijk net weer een beetje opgeknapt. De Bali Belly, dus ik heb s'nachts heel veel op le toilet gezeten. Dat is echt heel vervelend, dus ik heb ook niet fantastisch geslapen. En dat voor 2 nachten lang. Maar dat geeft niks. Weet je, what doesn't kill you, make you stronger. Dat zeg ik. Dus dat is alleen maar een goed teken. Ik vind het wel een hele fijne plek. En dat voor 1,8 miljoen Indonesische rupiah. Je hebt hier ook gewoon 2 airco's. Hier eentje, gewoon in de woonkamer. En ook eentje boven. En je hebt ook nog de ventilator. Om de regulering van de lucht door het hele... Ah, is dat fantastisch, jongens. Ja, ik hou ervan. Ik ga het wel missen. En jammer dat ik hier grotendeels alleen maar ziek ben geweest. Ja. Het is niet anders. Groot nieuws is dat ik eigenlijk, zoals ik al had verwacht en had gepland, eindelijk mijn koffer een laatste rustplek kan geven. Deze laat ik hier achter. Ik weet niet wat ze ermee doen. Mijn part gooien ze het weg. Mijn part gebruiken ze. Boeit me gereed. Want ik heb deze gekocht. Ja. En hij, dat is perfect. Het is echt perfect. Ja, niks mis mee. Ik lijk wel echt de backpacker nu. Nou, dat is toch fantastisch. Ja, en ik heb hier ook nog gisteren mensen uit Enschede ontmoet. Nou, daar heb ik even een biertje mee gedronken. Hebben even Mario Kart gespeeld. En ik moet wel altijd eerlijk bekennen. Met mensen uit Enschede hebben we er altijd wel gigantisch naar me zitten. Het zijn hele gezellige, gastvrije mensen. In ieder geval, die ik nu heb meegemaakt. En ik ken hem al een aantal. Dus ja, dat is wel wat ik kan zeggen, jongens. Hé, lekker bezig. Nou, er is ondertussen weer veel gebeurd. Omdat ik nu een nieuwe tas heb, moet ik even kijken hoe ik dat allemaal moet doen. Dus ik heb geen normale tas meer om. En ja, komt erop neer. Ik heb dus een scooter gehuurd. En scooter die heb ik gehuurd voor de komende 22 dagen. En daar heb ik een bedrag van 1 miljoen rupia voor betaald. Dus dat is ongeveer 45.000 rupia per dag voor een motor. Nou, ik vond het wel een goede deal, want toen ik die scooter die ik had gehuurd voor een dag wilde terugbrengen, die ik huurde voor 70.000 per dag, zei hij van, ja, you want to extend? Ik zei, no, because I go to Kuta and there's the airport, so that's easy for me to leave the scooter behind. En zei hij, oh, no problem, I will bring you, to the airport if it's needed. En, nou, ik zei van, nou... Dat klinkt leuk, maar ik was wel aan het twijfelen en dat deed ik ook wel zichtbaar, maar ook wel oprecht, want wel veel gedonder. Toen zei ik van joh, ik had een beetje berekend van zo ongeveer 50.000 per dag, dan zit je op 3,5 euro per dag. Dus ik dacht van weet je, dan doe ik gewoon 1 miljoen en ik had ook een dag vergeten, dus 1 miljoen voor 22 dagen. Nou, toen zei hij, toen zat hij te rekenen met die 70.000. Ik zei, dat gaat hem niet worden. Dus uiteindelijk weet af te dingen. Ik zei, anders ga ik wel naar Kuta en dan regel ik het daar wel. Zo moeilijk is het allemaal niet. En toen zei hij, no problem, we do it. 1 miljoen. Nou, fantastisch. Hij was ook helemaal verbaasd dat ik zo geld op mijn contant zo op de balie lag. Hij zei van, money. Dus ik denk niet dat hij zoveel lange verhuurtjes heeft gehad. Maar goed, dit is een ding. Uitsluitend, ik ben in mijn nieuwe hotel in Kuta. Daar wilde ik dus gewoon mijn scooter huren. Nou, dat is een beetje mislukt. Daar heb ik een goede deal voor weten te maken. Nou, dat is hartstikke fantastisch. Prima scootertje ook, dus dat is goed. En dit is ook een prima hotelkamer. Moet eens kijken. Goed bed. Televisietje die ik niet ga gebruiken. Koffie en thee. Hou ik van. Grote spiegel. Heel confronterend. Maar wel leuk dat hij er is. Kijk, dan kun je ook naar mijn backpack kijken. Hop. Kijk, ze helemaal vol beladen. Twee schoenen daar. Hartstikke idee. Ik, jongens, ik lijk voor het eerst echt op een backpacker. Nou,
dat ik dat in mijn levensdagen mee wil maken, of niet? Hier, een bankje. Nou, dat is fantastisch. Nou, deze kan ook fungeren als stoel. Misschien kan ik gewoon lekker editen. Dan heb ik gewoon een stopcontact. En daarom heb ik deze ook genomen. Dus dat is fantastisch. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Dit is top. En wat heeft het mij nog gekost? 970.000 Indonesische rupiah. Ik weet dat niet uit mijn hoofd. En voor volgens mij 3 nachten. Misschien wel 4. Oké. Nee, 3 nachten. 3 nachten. Dus dat is top. Of 2 nachten. Ik vind het veel te spannend. ik durf het niet. Ik zal even kijken. Heb ik mijn telefoon hier? Die kunnen we uitknippen dan, maar ja, dat hoef jullie allemaal weer niet te zien. 3 nachten. Ja, nee, 3 nachten. Ja. Anders, 2 nachten vond ik een beetje te duur. Maar 3 nachten. Dus ongeveer 300.000 per dag. Dat is 6, 12, 18 euro. Nou, vind ik nog best duur trouwens. Maar ook weer niet, snap je? Het is een beetje wat is duur. Nee, ja prima. Blij mee. Hoi! Ja, lieve mensen, dit was hem weer. Een beetje een andere vlog dan normaal gesproken. Maar ik ben gewoon te ziek om op pad te kunnen voor jullie. Dus dat komt heel snel weer in orde. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Laters.